Veiligheid op de werkvloer gaat hand in hand met het veiligheidsbewustzijn en het gedrag van je medewerkers. Hoe beter zij handelen met het oog op veiligheid, des te minder ongelukken er gebeuren. Het aantal arbeidsongevallen ligt momenteel boven de 4000 per jaar. Er moet veel meer ingezet worden op echte veiligheid in plaats van papieren veiligheid. Dat wil zeggen, meer aandacht voor veilig gedrag en gemakkelijke tools waarmee de medewerkers op de werkvloer aan de slag kunnen. Frans Heikers van Zegt vertelt ons hoe je dit gemakkelijk kunt toepassen. Er gebeurt natuurlijk al veel aan veiligheid in de bouw, maar er gebeuren nog steeds te veel dodelijke ongevallen en ernstige ongevallen. Dus er moet meer gedaan worden en dat met name gericht op het risicobewustzijn en het gedrag van de medewerker. Want het moet gewoon gewoon worden dat er veilig wordt gewerkt. Met het hogere bewustzijn krijg je niet alleen een kleinere kans op een ongeval, maar ook minder kans op fout. En dat wil zeggen dat de faalkosten gewoon flink terug kunnen. Met makkelijke digitale tools kun je die veiligheid in het bedrijf vergroten. Iedereen kan ermee werken op de plek waar hij wil, wanneer hij wil. En dat is niet alleen voldoen aan de VCA-eisen, zoals een melding doen of een werkplekinspectie of een toolbox. Maar ook het beïnvloeden van het bewustzijn en van het gedrag. Want iedereen in de organisatie moet meedoen. Want veiligheid in een bedrijf, ja, dat doe je samen, van werkvloer tot en met directie. Deze tool, daar kunnen we ook de veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers vergroten. Het is laagdrempelig, het is makkelijk in gebruik. Dus onze jongens op de bouwplaats kunnen met hun mobiele device hun werkplekinspecties maken. Het is allemaal laagdrempelig, geen papieren rompslomp meer. Alle data kunnen we vanuit die app kunnen we ook verzamelen, zeg maar, op kantoor. En dan kunnen we ook de positieve en zowel de negatieve trends uithalen en ook daarin directe acties uitzetten. Samen met uw medewerkers kunt u simpel en effectief werken aan het beheersen van risico's, zodat safety echt easy wordt.